Tijdens deze challenge hebben wij de andere partijen leren kennen in de eerste workshop eigenlijk. Ons idee was om een circulair gebouwde shortstay accommodatie te realiseren. Dat wil zeggen een soort van hotelkamer voor twee personen en dan helemaal circulair gebouwd. Er bleken heel veel aanknopingspunten te zijn bij de andere partijen, dus ja, we hadden elkaar eigenlijk vrij snel te pakken en zo is die samenwerking eigenlijk begonnen. Bij een normale keten in een bouwproject komt een opdrachtgever met een idee, die gaat naar een architect, die werkt het verder uit. Uiteindelijk komen wij aan tafel en tijdens de bouwperiode komen er nog veel meer partijen bij. In dit traject is het iets anders gegaan. Wij hebben elkaar hier getroffen bij de challenge. Wij waren eigenlijk op zoek naar een partner die ons materiaal kon aanbieden. En een partner die ook hergebruikt materiaal wou gebruiken. En wij zijn zelf de verwerker van het materiaal. Naar die samenwerking waren we echt op zoek. En ja, met deze vier partijen hebben we nu een samenwerking kunnen starten. In deze pilot is wel een heel mooi voorbeeld van we gaan echt kijken met welke vrijkomende materialen gaan we wat maken. En meestal is het andersom. We zijn met z'n allen bij Hezen gaan kijken naar wat voor materialen die heeft liggen. Hees heeft één op één een afspraak met Mullenafbouw. Het loopt hier door elkaar heen. Belangrijk dat wij van de sloper ook het materiaal op een bepaalde manier aangeleverd krijgen. We hebben ook in overleg samen met Hezen besproken dat we platen in stroken van 50 centimeter breed en minimaal 42 lang aangeleverd willen krijgen. In dat geval met Muller is dat heel mooi, want wij kunnen al onze gipsplaten daar kwijt. En zij gaan die daar mooi maken en opbulken, zodat zij aan een vraag kunnen voldoen als die komt. Dat soort partners zijn wij naar op zoek. Onze rol in het nieuwe idee is met name engineering, technische kennis mee inbrengen en waarschijnlijk dadelijk het in elkaar zetten en het modelleren van het geheel. Het is eigenlijk heel leuk dat door deze challenge je met andere bedrijven in contact komt. We hebben elkaar al vaker gesproken op netwerkeventen. Dan gaat het altijd over koetjes en kalfjes en je hebt het over het weer. Maar je hebt het nooit over dat je echt de samenwerking, dat je echt iets aan elkaar kan hebben. Wij als sloper zouden in meer of mindere mate een soort van architect van de toekomst kunnen worden of een soort van makelaar in grondstof die vrijkomen, zodat ze op basis daarvan kunnen zeggen van oké, dan gaan we dit maken. Nu is dat nog niet, maar als straks echt een grondstoffentekort is, dan zou dat best maar zo kunnen lopen. Het oorspronkelijke idee was niet zozeer om met een hele hoop partners onze challenge uit te voeren, maar ik zie het wel als een heel belangrijke extra bonus. Om het met meerdere partijen te doen. Zo kunnen we de kennis delen en zo worden we denk ik allemaal wel een stuk wijzer. Wat mooi is van de challenge is dat je biedt daar een platform om mensen bij elkaar te brengen. En dan blijkt dus dat ze hetzelfde probleem hebben of dat de ene oplossing heeft voor het andere. Ik denk dat hier ook wel samenwerkingsvormen gesmeed worden die langer stand gaan houden. Dat is wel mooi.